Weet je wat je moet doen? Ja, blijf vloggen, maar vlog je leven. Hey! Hoi jongens, ik kom echt net thuis. Ik gooi de deuren open en ik hoor niks. Dit ben je niet! Ik baalde er gewoon letterlijk van wanneer ik wakker werd. En als je dat gevoel hebt, dan gaat het niet de goede kant op. Nee, ik doe nou niet. Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik begin hem weer eens een keer hier vanuit Heemskerk bij mijn favoriete. Zo. Ik wil een keer een complimentje. Ik wil een keer een complimentje geven aan mijn favoriete schoonmoeder. Oh, heb je er meerdere? Ja, een van de vele natuurlijk. Oh, okay. Hoe voelt het om de favoriete schoonmoeder te zijn? Ja. Waarom? Wij doen ook gewoon shh en jij doet shh. Nee. Je hebt echt een raadslag en echt een harde shh. Maar jij hebt wat gekocht. Ja. Vertel. Op Kreta. Op Kreta. En dat is voor mij. Ja. Dankjewel, mijn favoriete schoonmoeder. Oh, ja, moet je jouw favoriete vriendin? Ja, jij bent wel mijn favoriete vriendin ook. Weet ik niet zeker hoor, maar wat is hangt dat af van dit cadeautje of dat niet? Frans Paris staat erop. Ja. Weet je zeker dat ik... Nice. Nice. Een opener? Ja, nou, de werkelijke ezel, hè? Oh, ja, oh, is een ezel. Ja. Hey, oh, wow, cool. Wat is dit? Nee, wat is dit? Een sleutelhanger. Oh, lijp. Kijk, een sleutelhanger van Ferrari. Zo, hé. Zo, dit heeft mijn favoriete schoonmoeder even goed gedaan. Maar die is wel handig. Hey, leuk. Oh, hebben ze die ook in werkelijke grootte dan gedaan? Dat is wel schattig. Ja, ik weet het. Ja, het is zielig voor jou altijd, hè? Ja. Jij moet echt meelijden met je dochter. Ze heeft het echt niet goed getroffen. Nee. Maar dat wisten we sowieso al. Ja, dat hebben hier niks mee te maken. Dankjewel. Leuk. Ja. Nou, deze is ook mooi. Kijk, hè. Ik denk dat we toch een keer die Q&A moeten doen. Wij samen. Is goed. Hey. Favoriet schoonmoeder. Zo, jongens, wij zitten in de auto. Ja, er zit achterin. En wij gaan dus naar een nieuwe opening van de open keuken. Maar het is niet de open keuken normaal, het is de open keuken to go. En voor de mensen die niet weten wat de open keuken is, Edith, leg jij eens even haar fijn uit. Dat is een restaurant. Een restaurant? Ja. Ja, van? Van Alex. Van Alex, inderdaad. De bonuspapa van Jaren. Ik vind bonuspapa altijd een raar woord. Ik ben dat niet gewend. Ik vind het beter dan stiefvader. Ja, dat vind ik echt helemaal vreselijk. Ja, stiefvader is... Dat klinkt ook helemaal uit, inderdaad. Maar bij stiefvader vind ik het al minder erg klinken als stiefmoeder. Want stiefmoeder vind ik echt een heks. Ja. Dat vind ik echt net zoals de boze stiefmoeder. Heb je toch ook al gesproken? Ja, klopt. Stiefmoeder klinkt altijd kut, zeg maar. Ja, dat is gewoon echt een heks. Ja, inderdaad. Maar wij zijn dus onderweg daar naartoe. Want nou, voor de mensen die dus nog steeds niet weten wat de open keuken is. Dat is dat restaurant dus waar Jaren en ik echt super vaak geweest zijn. Waar ze echt die heerlijke wagyu hebben. Carpaccio. Echt van alles. Spare ribs. Maar ze hebben dus nu een filiaal geopend. Waar je dus zeg maar dat soort lekkere gerechten allemaal kan afhalen. En ze hebben daar dus straks de opening van. Dus wij gaan daar eventjes langs. En volgens mij is het echt een hele mooie winkel geworden. Dat zei jij, hè? Ja. Ja. Ik vind hem echt heel mooi. Oké, ik ben benieuwd. Zo, wij zijn hier net aangekomen, jongens. Het is al super druk hier, allemaal mensen. Maar zoals je eigenlijk hier om me heen kan zien, je kan dus allerlei dingen afhalen hier. Oké, bijvoorbeeld, we hebben hier Zaanse mosterdsoep. We hebben uiensoep. Je hebt echt van alles. Ik heb ook gewoon voor jou je favoriet. Met de rode En in Heemskerk. En in ja, bijna. Straks als... Ja, oh ja, Beverwijk. Ja, oké. Okay. Maar ik vind het altijd een beetje hetzelfde of zo. Maar dat mag ik eigenlijk zeggen, hè? Ja, wel, mag wel. Ja, het is echt 10 minuten straks van mijn huis. Dus als ik... Ik fiets gewoon hierheen. Ja. En als jij er niet bent... Altijd, joh. Dan ga ik gewoon even dit halen. Spaghettietje. Lekker. Ja, de zaak ziet er in ieder geval super mooi uit. Straks is dus de opening en dan moeten wij dus de confetti afschieten en weet ik veel wat. We gaan het zien. Ja? Afschieten ook. Eigenlijk gaat er even een speechje doen volgens mij. Ja. Kijk, dit bedoel ik. Je kan zelfs gewoon hele sperrips hier zo afhalen. Oh jongens, als ik straks bij Jaren en half woon. Heerlijk. Welkom allemaal bij Doc2Go. En nogmaals, mijn naam is Alex Hoornemans en samen met mijn compagnon Jeroen Broekamp. Gaan wij deze nieuwe uitdaging aan. En u kunt ons wellicht van de open keuken, waar wij al ook al 23 jaar actief zijn en lekkere, heerlijke gerechten maken en de gastbeleving geven. Maar ik wil eerst natuurlijk eventjes de winkel officieel openen. Dat gaat gebeuren door Jaren en door Gio. Ik weet niet of ik het kan. Nou, dat gaat niet leuk. Gaan we aftellen? 5, 4, 3, 2, 1.
Zo, nou dat was de opening. Edith heeft gefilmd. Het is zo eng om andere mensen altijd je vlog te laten filmen. Want dan kijk je en dan zie je mijn moeder zo met één hand zo filmen. En denk ik, oh. Kijk ze niet naar het beeld. Ik heb wel eens dat mijn moeder mij filmde. En dat je dan zo hoort hijgen achter. Omdat ze... In de microfoon. Dat ik dacht, oh, je had één taak. Nou, het ziet er echt top uit allemaal. Wij zitten weer terug in de auto. Dat was eventjes leuk om te doen. Ja, het concept is dus eigenlijk gewoon, je kan daar ziek lekkere gerechtjes afhalen. Ja, zoals alles. Groenten, fruit, gerechten. Sperrips. Ja, jij hebt... Oh, wacht. En zoals ik al 10 keer gezegd heb, als Jader straks hier in Heemskerk woont, ik ben daar waarschijnlijk vaak te vinden. Ja. Als jij ergens... Ik wil ook al je spaghettietje mee. Als jij gezin hebt om te koken, dan neem je gewoon daar mijn eten afhalen. Ja, maar haal je dan ook voor mij? Oh, ja. Dan ga ik sperps maken. Want die hoef je ze alleen maar in de hoofd te doen. Ja. Super chill. Kijk of je dat wel kan. Ja, dan moet wel lukken. Okay. Wij zijn weer terug hier in huis. En ik wil nog eventjes doei zeggen tegen de toeterboes. Ja, haal jij er eens even hierheen. Doetie. Nee, dat werkt lekker dit. Neem ze, zie je. Oh, hey, daar is ze. Hallo. Oh. Het blijft ook zo'n gek katje, de toeterboes. Ja, maar ze gaat echt wel goed. Want gisteren kwam ze gewoon echt bij me liggen. Zo. Op je. Ja, bij mijn voeten, ja. Echt? Mijn voeten. Oh. Nou, het is in ieder geval tijd om weer weg te gaan. Ik ga lekker naar Krimpen. We moeten alleen maar 2 auto's, omdat dus ook met de eigen auto is. Dus dat is een klein beetje ongezellig, maar ja, het kan niet anders. Dus we gaan de auto in. De mevrouw staat voor mij. Oh, en kijk, ik heb nog steeds die dikke flats hier nog niet van mijn auto afgehaald. Het is zo smerig. Ai, ai, ai. Maar, ik zit lekker in de auto, dus de blazer gaat weer vol aan. Hoor ik gelijk. Het is elke keer zo. Zo, kijk, dit is even mij opdouwen. Gelijk achter me aan, deze mevrouw. Oh joh, ze zit vol te douwen. Oh joh. Oké. Okay. Ja, dat is echt een bumperklevertje, jongen. Dat kan ze goed, volgens mij. Shit, jongens. Ik wil net naar huis gaan. Ja, dat was ook al vertrokken. Alleen nu, het FHM-boekje is binnen. Nou, voor de mensen die niet weten wat het FHM-boekje is. Dat is dat boekje waar we het laatst ook in de vlog over gehad hebben. Op vakantie toen. Dat Jade was, meedeed zeg maar aan de mooiste vrouw van Nederland. En Jade der plek is dus nu ook bekend op wat ze staat, volgens FHM. Kijk, in principe heeft iedereen natuurlijk in de wereld, elke man, elke vrouw, een andere smaak. Dus wie nou echt de mooiste vrouw van Nederland is, dat is voor iedereen anders. Maar ik ben wel benieuwd op welke plek ze staat. Dus ik rij nu snel even terug hier. Ik ga het boekje even ophalen. En dan kunnen we straks kijken op welke plek Jade staat. Wat een timing. Ja, dacht maar, die wil je nog wel hebben. Kijk, wat komt je net binnen? Ja. Mooiste vrouwen van Nederland. Sta jij er ook in? Ja. Nummer 1 zeker, of niet? Ja. Ja, dankjewel. Ik ga het zo even bekijken. Top. Hey, doei. Ondertussen, jongens en meiden, zitten we al een uur in de auto. En ik heb echt normaal gesproken, altijd als ik onderweg ben naar huis, dan luister ik lekker muziek. Zit ik een beetje hard muziek te blazen. Maar nu ben ik in aanwezigheid van iemand. En dan zou je denken, hoe dan? Hallo, mag ik uw stem even horen? Hallo. Hey. Hallo. Jongens, kijk eens, we zitten echt al een uur en 3 minuten zitten wij te bellen hier. Gewoon een beetje te lullen over van alles en nog wat. Ja, daar heeft het er nu over dat ze lekker tossietjes even gaat halen. Want in Krimpen hebben we natuurlijk eigenlijk helemaal niks meer. En we hebben het er een beetje over gehad. We willen deze dagen weer wat meer naar Krimpen toe gaan. Eigenlijk misschien soort van weer een beetje daar blijven. Omdat de dagen zijn zo lekker. Wat hoor ik allemaal daar? Hallo? Niks? Oh. Hallo? Ik dacht dat ik iets geks hoorde. Ik sta voor een brug. Ik ben de eerste auto die voor de dichte brug staat. De dichte brug? Dus hij gaat omhoog? Ja. Dan is de brug dus open? Ja, hij gaat open. Ja, wanneer is een brug dicht? Wanneer is die open? Ja. Dat is de vraag. Ik ben in ieder geval ook bijna lekker thuis. Ja, dan gaat dus even wat boodschapjes doen, zodat we tenminste iets hier in huis hebben. Want dat moeten we straks weer langzaam gaan opbouwen. Straks ook als de nieuwe keuken er bijvoorbeeld is, dan moet die ook natuurlijk helemaal ingedeeld gaan worden. Mooie plekjes, mooie nieuwe dingetjes. En ja, die keuken gaat wel echt ziek worden, jongens. Ah, kijk, ja, daar reed je echt maar net voor. Maar ja, daar staat dus vooraan aan deze rij. Ik sluit er nu in aan. Ik zie jou net niet staan, Riaad. Ik kan net niet de voorste auto zien. Ik ben echt de allereerste auto. Ja? Jij ziet de slagboom? Ja. Ah, lekker, man. Kijk eens wat een plaatje. Oh, vol de zon erop. Helemaal geweldig. Lekker. Dit meen je niet! Dit meen je niet! Boys! Boys! Hey! Fuck! Hey, jongen! Verkeerde kant op! What the fuck komen jullie doen? Nee, dat is glas. Dat is glas. Je kan niet door het glas heen. Pipi. Oh my god. Hier. Je kan niet door het glas heen.
Hoi, oh, jongens, ik kom echt net thuis. Ik gooi de deuren open en ik hoor ineens kwak, 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 kwak. Zijn die eenddieren deze binnen? Boys, hoe roep je een eend? Ja, kom hier. Nee, deze bank moet ik nog verkopen. Niet onderscheiden, alsjeblieft. Kom op. Niet de bank onderscheiden. Jongens, kom op. Je kan niet door een raam heen. Ik weet dat je een eend bent. Je bent dom. Dat begrijp je niet. Oh, fuck. Fuck. Ah, yo. Poep. Kom op. Oh, die eend schijt ook overal, hè. Letterlijk. 5 seconden binnen. Hier. Hier is het eten. Hier. Kom maar. Deze kant op. Deze kant op. Deze kant op. Oh. Oh. Fuck. Wow, joh, je ruikt gelijk een zieke poeplucht hier binnen. Oh. Ah. Leuk, man. Neem eenden, zei de moeder van Jade tegen mij. Ooit. En Jade is nog niet eens thuis. Die is boodschappen doen. Welkom in Krimpen weer. Ja, eenden lopen net 5 seconden binnen. Ja. Ze schijten heel de woonkamer onder. Nee. Ja, echt twee dikke vlokken. Ja, ik heb het al weggehaald. Waarom lopen ze binnen dan? Ja, ik zet 5 seconden die deuren open en ik hoor ze kwaken waar ze geen kattenvoer eten. Oh my god. En dat kwam er gelijk uit. Ja. Werkt je niet goed op de darmen? Het lijkt wel alsof ze daar gelijk aan de schijt van gingen. Nou, lekker. Maar weet je wat het is? Jij zorgt ook veel te goed voor die... De deur stond weer open. Ja, het kan zijn dat ze nu weer binnen zitten. Jij zorgt zo goed voor die beesten. Ja, maar ze zijn... Nee, ze zijn echt niet meer weg te krijgen, deze dieren. Nou, jongens en meiden, waar we mee gaan beginnen is de hele keuken hier leeghalen, opnieuw inruimen en alles moet er allemaal uit. Weet je dat ik dit ook deed, zeg maar, toen het net uit was tussen ons? Heel de keuken leeghaald, alles eruit gehaald. Maar we hebben niet goed geholpen. Jawel, maar hij is nu dus weer helemaal vol. Ja, nee, maar deze kastjes en zo, er kan gewoon zoveel weg. Ja, klopt. En vooral nu je hier een tijdje niet bent geweest, denk ik dat zeg maar heel deze koelkast overdaad is. Ik ben bang dat dat ook zo kun is. Kun je niet gewoon gelijk hierin doen, heel de koelkast? Zullen we het proberen? Ja. Nou ja, er liggen allemaal dingen hier, kijk dan. Dit is snoepgroene komkommer, hoppa, gooi me allemaal weg. Oeh, eeuw, wajo, check dit. Als je dus een maand hier niet woont, en nu dus eigenlijk weer wel. Check. Gadverdamme, oké, dit is echt heel goor. Ziek wit gewoon van de schimmel. Kijk, sowieso moet de keuken straks natuurlijk helemaal leeg. Als er een nieuwe keuken komt, dus vandaag. Dus dit moet sowieso ook echt allemaal gebeuren. Dus wij gaan even lekker aan de slag. Kijk, dit is ook wel een leuk verhaal. Ooit was het dus heel koud in Nederland. Toen dacht ik, hey, laat ik chocomel kopen. Zodat we lekker warme chocoladekraampje kunnen maken. Of zo, een soort van hier in de tuin. Nooit gebeurd. En zo zit ik nog steeds, ik denk een half jaar later, met allemaal chocomel pakken. Maar chocomel is dus wel heel lang houdbaar, dus in principe zou ik het nog wel kunnen bewaren. Alleen, ik weet niet of ik het ook nog ga opdrinken. Dit is het geluid als de koelkast te lang open staat. Maar ja, dat maakt toch niet uit, want hou ik het helemaal lekker leeg gehaald. Er staat hier een doos met bedorven vlees. Ik denk echt al, oh wojo, kom erbij. We gaan hem openmaken. Nee. Oh, nee. Nou niet, gooi gewoon weg. Ik moet een koekwas bij de gedachte. Waarom staat het hier ook? Wat? Wie heeft dit daar neergezet ook? Ik weet het niet. Doe je ogen maar dicht. Dat kan ik toch niet filmen? Oké, komt ie. Oh, het ziet er gewoon nog... Oh, het ziet er best prima uit. Hier heb ik wel stank vanaf. Ik moet echt... Zo! Ik moet zo ziek snel kokken als altijd van dat soort dingen. Oh, je bent zo poes. Mijn maag draait echt bizar snel om. Altijd. Ah, ik heb er heel veel last van. Daarom kan ik bijvoorbeeld ook geen vis eten. Ik kan gewoon niet tegen stank van eten. Eeuw, kijk dan. Dit ligt ook allemaal in de koelkast. Echt lang niet schoongemaakt dit. Dit ook. Nou, wordt allemaal lekker schoongemaakt nu. Ik ga daar even een doekje over halen. Hoor je, joh, er komt zelfs een beest uit. What the fuck? Hey! Hoor je, er zit gewoon een mug in of zo. Alles is een beetje leeg gehaald. Het wordt alweer opnieuw ingeordend hier. Kijk, het ziet er gelijk een stuk strakker uit. Dit is allemaal lekker schoon, leeg en beter, hè? Veel beter. Ja. Wij zijn bij de volgende stap aanbeland. En dat is dit hier. Jeetje, wat aanbeland? Ja, toch? Aangekomen op plat. Aangekomen. Wat een rotzooi. Hier, er liggen ook gewoon opengemaakte dingen die dan zeg maar nooit zijn weggegooid. Dit, hop. Alles. Letterlijk bijna alles. Wat heb je laatst gehad? Oh. Ja, die zijn gewoon lekker. Ja, wel oprecht even kijken hoor. Amandelzeezout.
En je paaskoeken. Gadverdamme. Hop, ook weg. En de echter. Kijk, beter. Nou, dat wordt de nieuwe broodmandla. Broodmandla. Ja. Hoe nasty ziet dit er ook echt uit? Hier krijg ik echt zieke smetvrees van. Oh, het plakt aan alle kanten. Je ziet allemaal resten, eetresten. Er komen fruitvliegjes uit. Ja, dit was waar alle honingen zo stonden. Dus als er eentje open is gegaan, is dit wat je krijgt. Gadverdamme. Kijk eens. Al deze viezigheid hier, joh. Niet normaal. Dus, tijd om dit schoon te maken. Nou, gooi maar even lekker een close-up erop, want het gaat satisfying zijn. Check. Jawel. Wat zit er ook voor materiaal in die kasten? Ik weet het niet. Ik heb echt nu al zin in de nieuwe kastjes die gaan komen. Ja, dat is echt heel fijn. En dan lekker licht, lekker wit, lekker lichte vloer hier. Ja, maar als het ook wit is, ga je dit ook krijgen. Ja. Dat is waar. Dan moet het even wat beter schoon houden. Ja. Ik word hier echt... Ik vind dit echt heel vies. Het ruikt naar hagelslag. Het ruikt niet vies. Het is niet zo vies als dat van net. Ja. Zo doen we dat. Beter, hè? Beter. Nou, we hebben hier nog een la, maar dit is... Ja, vuilniszakken en zo. Dat boeit niet. Nee, dat boeit niet. Dat is prima. Wat de eeuw. Dit lijken wel gewoon brandvlekken of zo, wat je hier allemaal ziet. Kijk dan. Nee, dat is waarschijnlijk allemaal sojasaus of ketchup of zo. Gadverdamme. Ziet er zo goor uit dit. Check ook even wat er allemaal uitkomt. Al die potjes en dingetjes. Heel veel. Oké, jongens en meiden. We hebben eventjes wat om bekend te maken. Tenminste, we hebben het hier in de vlog over gehad toen we in Ibiza waren. Weet je nog dat je gevraagd werd om in de lijst te komen? Ja. En nu? Sta je? Okay. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat ik hoog zou staan. Want ik zag echt allemaal knappe vrouwen die zeiden, ja, ik sta op 300. Of hier, Katja Schuurman op 100. En denk ik, ja, sorry hoor, maar... Wacht wel, mag ik even... Ja, het zijn mooie dames. Dat kan ik niet ontkennen. Ja. Maar, oké, nu ga jij de pagina openslaan. Op hoeveelste plek jij geëindigd bent van de knapste vrouw van Nederland. Jongens, want nu gaan we dat zien. Oké, 3. Wacht, ik heb hem al in de volgende. 3, 2, 1. Hey! Ja, nummer 20. Zo. Ja. Op haar 11e begon ze al met het uploaden van YouTube-video's. Waarbij ze gericht op vlogs, mode en cosmetica. Het heeft haar geen windeieren gelegd, want ze is nu 18 en heeft een bak aan ervaring opgedaan. Ze gaat er ook als een speer op TikTok en Instagram met miljoenen volgers als resultaat. Razend populair, prachtig, lief en nu ook nog in de top 25 notering van de FHM500. Zo! Zo! Ja, dat was ik. Nummer 20, oké, nou, om het even te vergelijken. Nummer 21, oké, dit is hem dus. Dit is nummer 1. Of nummer 19 is Isabella Twisk. We hebben Jolante Kabau. Zo, goedemorgen. Oh, ik doe normaal. Monica Geuze, we hebben Vianne Marley. Ja, ja, wel leuk. Wat is dat? Wel lachen, toch? Ja, zeker. Ja. Echt heel leuk. Er is ook een mannenblad uitgekomen en daar sta ik dus op 1. Maar die komt pas volgende maand uit. Dus, Ja, dat maken ze dan niet, hè? Dat is ook niet te bestellen, zeker. Nee. Woe! Ja, zo. Jongens en meiden. Ah, ik wil jullie even wat vertellen. Ik heb ook gisteren namelijk een comment onder mijn vlog gepost. Ik zal hem eventjes voorlezen. Daar staat dit in. Lieve mensen, ik weet dat mijn laatste vlogs niet het beste zijn. Ik ga weer mijn uiterste best doen om leuke vlogs neer te zetten. Er zat de laatste weken namelijk echt een dipje. En die is niet gelogen. Ik weet niet waarom. Ik heb me de laatste weken echt ontzettend kut gevoeld. Ontzettend slecht. Niet lekker in mijn vel. Niet helemaal wetende wat ik met mijn vlogs aan moest. En misschien hebben jullie dat soort van gemerkt. Ik weet niet. Ik zat er gewoon even doorheen. En dat is heel lastig als je elke dag vlogt. En elke dag aan moet staan. En elke dag iets leuks moet verzinnen voor de vlog. Of in ieder geval iets leuks wilt brengen naar je kijkers toe. Naar jullie toe. Ik wil jullie natuurlijk gewoon entertainen en ik wil elke dag een leuke vlog afleveren. En dat is me heel lang gelukt. Ik doe dit nu bijna 5 jaar dagelijks. Dus in principe heb je wel eens momenten natuurlijk dat het even gewoon niet lekker gaat. En dat is ook helemaal niet raar. Alleen ik zat deze laatste week gewoon echt zwaar doorheen. Gewoon even niet de motivatie kunnen vinden om een vlog te maken. Zelfs dat ik 's ochtends in bed lag. Dat ik niet eens mijn bed uit wilde. Gewoon, ik weet niet of iemand het gevoel herkent. Dat je in bed ligt, je wordt wakker en je wilt eigenlijk zo snel mogelijk binnen... Ga slapen, niet omdat je moe bent, maar omdat je gewoon... Dat klinkt heel stom, niet wil leven. Dat klinkt heel heftig misschien, maar zo ervaarde ik de laatste dagen dat ik wakker werd. Dat ik gewoon echt... Ik had er gewoon echt oprecht geen zin in. Dat komt misschien heel hard aan en is heel gek om te vertellen. Ik heb ook echt zitten janken soms, als ik alleen was. Waarom ik zo fucking emotioneel was, I don't know.
Normaal gesproken doe ik dit nooit. Ik had zelfs één video opgenomen dat ik aan het janken was. Check deze maar. Ja, ik wil jullie in ieder geval vertellen dat ik geprobeerd heb dat gevoel los te laten. En dat ik daar sowieso mee bezig ben. En dat ik weer lekker wil gaan knallen. Ook met de vlogs natuurlijk. Maar dat ik... Ik zat er gewoon even niet lekker in. En dat is heel moeilijk als je elke dag wat ik zeg moet presteren. En elke dag aanstaat. En ik vraag me af of sommige mensen zich kunnen herkennen in dat gevoel wat ik had. Dat je er gewoon... Soms heb je gewoon echt zin in de dag, weet je? Dat je opstaat, dat je denkt, ja man, let's go, nieuwe dag, hoppa. En die was gewoon compleet verdwenen bij mij. Ik baalde er gewoon letterlijk van wanneer ik wakker werd. En als je dat gevoel hebt, dan gaat het niet de goede kant op. En dat werd alleen maar erger en erger. En ik denk dat die nu hopelijk voorbij is. Ik voel me in ieder geval weer wat losser en wat beter en wat lekkerder de laatste dagen. Maar ik dacht, ik wil dit gewoon met jullie delen. Dit is mijn vlog, dit is mijn gevoel, dit is... Letterlijk wat ik elke dag doe. En oh, ja, ik bedoel, ook als je dan bijvoorbeeld je views ziet dalen en alles, dan weet je gewoon, oké, dit klopt iets niet. Er gaat iets niet lekker. En dat had hier gewoon ook allemaal mee te maken, denk ik. Ik had sowieso gewoon ook niet de motivatie om moeite te doen voor een leuke vlog neer te zetten. En die moet je juist wel elke dag hebben. En die heb ik ook heel vaak altijd gewoon om erop uit te gaan, dingen te gaan doen, op reis, weet ik veel. Maar het was gewoon allemaal... Alsof ik soort van verdoofd was qua emoties. Ik weet niet waardoor dat komt. Ook misschien omdat ik de laatste tijd zo heel erg gelukszoekend ben van... Nou, waar wil ik nou heen? Wil ik naar de stad? Wil ik nou in een dorp blijven? En dat hele gevoel kilde me gewoon. Ik werd er helemaal gek van in mijn hoofd. En het werd gewoon te veel. En ik dacht, stop met dit gevoel de hele tijd naar boven te laten komen. En dat heb ik gewoon een beetje naast me neergelegd nu. Ik zit hier heerlijk. Ik heb super veel zin om mijn hele huis aan te pakken. Om dat lekker te laten beginnen. En om daar mijn rust in te vinden. En... Ja, ik kan sorry zeggen dat misschien mijn vlogs niet zo geweest zijn als dat jullie van mij verwachten. Dus vandaar eventjes dit persoonlijke verhaaltje om toch mede te delen dat ik gewoon weer keihard voor wil gaan. Ik denk dat ik het gewoon lekker daarbij laat. Ja, dan is nu even de deur uit, iets boodschapjes doen. We hebben heel de keuken even lekker uitgezocht. En het is ook gewoon een prachtige dag. Ik moet niet dat gevoel hebben dat als ik wakker word van... Ik heb geen zin in... Ja, dat klinkt echt heel hard, maar ik heb geen zin in het leven. Want oprecht, als je dat gevoel hebt... Is gewoon niet goed. Is echt niet goed. En wat ik wel vaker zeg, mijn vlog is mijn uitlaatklep ook. Alleen zelfs daarin vond ik het even moeilijk om mijn emoties te tonen of om het eruit te laten. Dus ik dacht, ik vertel het gewoon lekker nu. Ah, dus we gaan weer tegenaan. Yeah! En begrijp ook niet verkeerd, hè. Dagelijks vloggen kan je soms echt gewoon oprecht mentaal echt killen. Om elke dag maar... Klaar te staan, op te staan en hoppakee ervoor te gaan. En tuurlijk, en dat zegt iedereen altijd, ja, je wordt er ook, weet ik veel, dik voor betaald. En dat is ook zo, maar geld maakt niet gelukkig. Laat ik het daarop zeggen. Je mentale gezondheid is 10.000 keer belangrijker dan wat dan ook. En een mooie quote van Rijk Hofman heeft ooit een keer iets over mij gezegd. Die zei, ik weet het niet meer precies, maar ik zal hem nu eventjes laten horen. Weet je wat je moet doen? Ja, blijf vloggen, maar vlog je leven. Leef niet om te vloggen. En ik vind dat hij daar helemaal gelijk in heeft. En bij mij was het, ik werd even helemaal gek. Gewoon. Ik denk dat mensen soms echt kunnen onderschatten hoe zwaar een dagelijkse vlog, om die elke dag dus maar bij te houden, zonder een dag over te slaan, hoe belachelijk zwaar dat mentaal voor je kan zijn. En ik wil echt niet klagen, nogmaals, maar het kan je soms echt nekken. En ik denk dat het... ik wil niet janken, maar dat het bij mij gewoon even te ver was. Dat ging de laatste dagen, weken. Ik trok het gewoon even niet meer. Oké, maar dit was mijn emotionele verhaaltje. Ik denk dat we hier lekker mee stoppen. En we're back. Daar is wifey weer. Hallo. Kijk, ik ga mijn zalm maken die ik vanmiddag heb gehaald. Yeah. Ik heb net verteld dat ik me kut voel. Ja, je hebt geluisterd namelijk. Wat dan? Dat je dat moet zeggen. Hoe erg was ik niet te genieten de laatste weken? Nou ja. Je was niet gezellig, nee. Maar dat, ja, zeg maar, ik weet hoe het is om je kut te voelen. Dus ik neem het je niet kwalijk. Want ik hou van jou. Kunnen we niet zo doen, want mijn eten staat een beetje niet. Ik sta hier ook zo lekker toe te kijken. Ga jij maar even lekker eten maken. Een van de laatste keren misschien wel in de keuken hier. Oh. Wij gaan lekker eten in de tuin. Zo, vogels hoor je fluiten. Wij blijven hier dus ook lekker slapen vanavond. Ik kan nu al niet wachten om morgen dan lekker wakker te worden en de vogeltjes te horen fluiten. Dus dat is wel lekker, hè? Ja. Dat is wel echt top, want het balkon zit hierboven, daar is de slaapkamer. Als we dan die deur openzetten, dan hoor je altijd lekker de vogeltjes. Lekker de vogeltjes. Net zoals nu.
Heerlijk. Nou, jij hebt een, iets van de open keuken van vanochtend. Ik heb zalm. Jij hebt ook iets van de open keuken. Ik heb spaghetti bolognese. Hey, poekepoes. Hallo. Hallo. Hey. Hey, gaan we eigenlijk een meet-up doen van jouw katten met mijn katten? Nou. Chaos. Ik denk dat Sniff ze echt terroriseert. Sniff. Nee, Poekie. Poekie, ja. Oh, ze zitten nu met z'n drietjes daar. Mannekes. Wij zijn even naar de stad gereden om even wat spulletjes te halen. Check dit, ik sla mijn deur gewoon open, let op. Kijk. Wow, het scheelde echt niet veel. Oh, ik sla hem er gewoon bijna tegenaan. Ik kan mijn auto gewoon lekker wild parkeren nu hier. Omdat we gewoon met z'n tweetjes de auto ingestapt zijn. Zo, check. Wajo. Volgens mij raakt hij hem, maar is het rubber. Maar we moeten even nog wat spulletjes halen, omdat wij vanavond natuurlijk lekker in Krimpen blijven slapen. Daar hebben we super veel zin in. Dus, maar we hebben heel veel ook uiteraard hier liggen. Dus niet handig. Hé? Nee. Het is trouwens hier wel echt een donker hol in de slaapkamer. Laten we het een klein beetje open doen. Zo, wat een uitzicht als je zo naar beneden kijkt. Wij gaan dus hier niet de zonsondergang helemaal beleven, want we gaan er straks gelijk op lekker vandoor. We moesten dus alleen eventjes snel hier lekker naar de stad. Om wat dus op te halen, maar ik denk dat we alles hebben. Ik heb voor de rest ook alleen maar truien hier dus liggen. Want toen ik hierheen verhuisde was het dus natuurlijk nog niet zo ontzettend lekker weer. Kijk, ik heb alleen maar truitjes en andere dingen. Dus het kan allemaal hier blijven, denk ik. Ja, joh. Yo, ik moet trouwens echt leren om mijn onderbroek een keer op te ruimen. Ja, kijk, hier ligt er ook een. Hop, moet allemaal de wasmand in. Wasmand is daar. En hop, hop, hop. Let's go. Dag, dag. Oeh, ook niet heel onbelangrijk. Dat is deze. Opladen voor mijn camera, want ik kan niet zonder camera. Het lijkt alsof we op vakantie gaan. Yeah, lekker allemaal spullen. Goed geregeld. Dank je. Ik heb hem echt voor het eerste keer zo ingeparkeerd. Een keer met de Conda hier, ziet er ook wel mooi uit. Dit gaat erin. Ik zal nog even kijken of hij raakte. Oh, het is echt, nee, het scheelt echt een millimeter, zie je? Zelfs het rubbertje niet. We zijn weer lekker thuis en dat betekent tijd om te chillen. Met een bank die niet eruit ziet waar je op kan chillen. Jongens, please koop mijn bank over. Alsjeblieft. Ik wil er vanaf. En er zijn dus alleen maar mensen die mijn moeder zitten te fokken op Marktplaats. Die gewoon niet serieus zijn. Echt zielig. Zielig voor mijn moeder. Mijn moeder spendeert daar letterlijk al haar tijd aan. En er zijn ook wel mensen die gewoon niet serieus zijn en gewoon net berichtjes naar haar sturen. Zielig, hè, Poek. Die mensen moeten aangevallen worden. Ja, door jou. Door jou. Ik ben hier net gaan zitten. Eigenlijk, hè, jongens, en dat zeg ik heel lang, moet ik hier ook iets met een tv-meubel. Iets van zo'n mooie tv-kast straks. Wel passend bij een lichte vloer, dus ik zou niet helemaal weten welke kleur ik voor moet gaan. Maar in plaats van dat lelijke kastje daar, die gaat namelijk ook eruit, moet er wat anders mooi terugkomen. Of misschien ook wel met zo'n haard of iets. Heerlijk lekker, Thijs. Kijk hem eens. Kratje bovenop me gelijk, lekker chillen. Nu nog een ander katje bovenop me, dan ben ik helemaal tevreden. Kom je ook bovenop me liggen? Je bedoelt sniesten? Oh, Sniff is jaloers. Oh, Sniff, je laat je hol aan de camera zien. Sniff, jongen. Toon eens manieren. Oh, gek. Oh, lekker zo. Vind je. De koffiekoekjes zijn hier alweer lekker aangevuld. Kijk, die hadden al dus elke keer lekker koffiekoekjes voor mij. Helemaal top dit. Ik wil dus alleen nu... Koffie. Hè? Neem je een koffie? Ja, het is alleen 10:50. Is dat gek? Ik doe dat echt vaak genoeg, jongens. Een lekker koffietje voor het slapen gaan. He, dan ga je een beetje trillen, een beetje space in bed. Nee, dat is niet waar, maar ik kan gewoon prima slapen met koffie op. Dus ik heb er letterlijk gewoon geen moeite mee. Bij de nieuwe keuken komt er trouwens dus ook heel mooi andere verlichting. Ik weet niet of ik dit ga houden, zeg maar. Deze bollen gaan sowieso weg, want die komt iets anders. Maar die spotjes daar, die blijven wel, denk ik. Maar ja, dat ligt een beetje aan het lichtplan. Deze afzuigkant, die gaat natuurlijk helemaal weg. Want ik krijg mooi zo'n zuigding, zeg maar, in... Het fornuis, dat is veel beter. Ja, en het gekke is dus, nu sta je dus daar te koken en straks sta je dus hier te koken. En dan heb je zeg maar, is dit je uitzicht en kan je daar aan de bar chillen. Wat wel leuk is. Ja, ik zie het helemaal voor me. En kijk dit mooie wolfje hier dan. Hey, lekker wolfje. Hey. Oh, 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 oh. Zo. Lekker zeg. Dat is een flexnies. Ah. Nou. Niet lekker. Nee, dat vind je niet lekker. Dus niet word je gepest, jongen. Jongens en meiden, wij zitten lekker op de bank. En kijk eens even hoe het eruit ziet. We hebben hier één kat, we hebben daar een kat. En we hebben hier de andere kat. Nou, hartstikke gezellig.
Maar ik zat nog eventjes dit hier op Netflix te kijken, The Days. En wij gaan nu lekker naar boven. Lekker liggen in bed en slapen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Jij bent doodmoe. Jij lag al lekker op mijn borst te slapen. Ja, ik zie dat jij ook al op de helft bent van aflevering 2. Ja, ik heb nog aardig verder zitten kijken. Het is op dit moment 12:30 s'nachts. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen morgens komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal weer te zien. Er gaan leuke vlogs aankomen de komende dagen. Morgen komt Antoon. Nog veel meer. En jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg, la! Yes.